Het Amazon Conservation Team, ACT, Suriname, heeft een verhaalboek van Maria Sibylla Merian, MSM, uitgegeven. De presentatie van dit e-book vond gisteren plaats in het Nationaal Archief. Het boek is uitgegeven in het kader van de herdenking van de 300ste sterfdag van Maria Merian. Merian staat bekend om haar pionierswerk waarmee zij in 1699 begon en welke heeft bijgedragen aan de wetenschappelijke verkenning van het Zuid-Amerikaanse regenwoud. Romano Jalim Singh is de communicatiecoördinator van ACT Suriname. Jalim Singh zegt dat het MSM e-book gebruikt kan worden op alle niveaus van het onderwijs in Suriname. Het kan vanaf de lagere school tot en met de universiteit gebruikt worden. Het leuke hiervan ook is, en dat staat ook daar, elektronisch tijdperk. We hebben speciaal gekozen voor een e-book, omdat we mee willen gaan met de ontwikkeling. Heel veel jongeren van tegenwoordig houden niet echt van lezen van een boek, echt een boek vasthouden. En ook omdat we een beetje willen inspelen op de hele kleintjes die gauw geneigd zijn om digitaal bezig te zijn. Oh mama, ik wil een tablet of zo. En het e-book is vrij levendig. Je ziet vlindertjes, je ziet andere animaties bewegen. Dus het is heel aantrekkelijk voor ook heel jonge kinderen. En uiteindelijk is het ook een heel goede tool voor toerisme. Het is de geschiedenis van Maria, het is haar verschillende wetenschappelijk werk dat ze verricht heeft op verschillende plekken in Paramaribo, ik bedoel in Suriname. Dus veel gidsen, tour operators kunnen hiervan gebruik maken, maar ook wetenschappers die onderzoek doen, entomologen, kunnen gebruik maken van dit e-book. Jalim Singh presenteerde het MSM e-book aan de aanwezigen. Hoofdstuk 1 is gebaseerd op Maria Sibylla Merian zelf. Als we kijken naar hoofdstuk 1 zelf, hier vindt u dan heel veel informatie over Maria zelf. Wie is ze geweest? Haar geboortedag, haar opvoeding, waar heeft ze allemaal gewoond? Ze heeft in Duitsland gewoond, daarna in Nederland. En na echtscheiding is ze vertrokken naar Suriname. Om dan ergens een beetje kan je proeven dat het vanwege depressie vertrokken naar Suriname. En dan heel veel onderzoek heeft verricht wat uiteindelijk ten goede is gekomen van ons allemaal. Ze heeft ons natuurlijk erfgoed verrijkt en ze heeft ook heel veel wetenschappelijke informatie voor ons beschikbaar gesteld. Romano Jalim Singh, communicatiecoördinator ACT Suriname. Hij presenteerde gisteravond in het Nationaal Archief het MSM e-book ter herdenking van de 300ste sterfdag van Maria Merian.